Landgenoten, het volk van Suriname. Morgen vieren we het Holy Feast, een nationale feestdag in Suriname. En Holy markeert een nieuw begin en de vernieuwing van de natuur. Op de dag van Holy is onze samenleving gewend deze dag te vieren met lach, zang, dans en elkaar te bestrooien met gekleurde poeder. Met deze gekleurde poeder wordt symbolisch uitgedrukt dat iedereen verschillende kleuren heeft en toch gelijk is. We symboliseren vandaag dus die broemtje Jari die we graag willen. En door elkaar met gekleurde poeder te bestrooien, symboliseert ook dat iedereen verschillende geaardheden heeft en toch geaccepteerd is. Het Holy Feast is niet alleen symboliek voor eenheid en gelijkheid, maar ook voor die van overwinning. Holy is een triomf van het goede op het kwade, van tegenspoed naar voorspoed, van verdriet naar vreugde. Holy verbroedert. Aan de vooravond van het Holy Feast roep ik u allen op om u te laten inspireren en motiveren om die eenheid op te zoeken. Laten we als samenleving het Holy Feast aangrijpen om alle verschillen die er mogen bestaan tussen individuen en groepen, om die achterwege te laten en te zoeken naar die overeenkomsten die ons nader tot elkaar brengen om zo te groeien naar een echte natie, naar nation building. En vooral nu, tijdens deze COVID-19-pandemie, waar we het feestelijke karakter van het Holy Feast achterwege moeten laten. Ja, we moeten het achterwege laten. De gezondheid van onze samenleving gaat voor. Waar we dus vorig jaar in het openbaar het Holy Feast nog uitbundig hebben gevierd, zal dit jaar de sfeer anders zijn. Gezamenlijk kunnen we de COVID-19-pandemie aanvechten. Dit houdt in dat alle publieke evenementen en activiteiten in verband met het Holy Feast dit jaar verboden zijn. Samen moeten we voorkomen dat superspreading events de aanzet kunnen zijn voor een uitbraak van een derde coronagolf in ons land. Superspreading events zijn plekken waar veel mensen bij elkaar komen om te praten, te dansen of te zingen, waarbij velen van ons tegelijk besmet kunnen worden. Deze regering neemt geen extra risico's en adviseert daarom het Holy Feast in huiselijke kring te vieren. En je hierbij te houden aan het vastgestelde samenscholingsverbod. We weten dat het Holy Feast een feest is van uitbundigheid. Daarom vraag ik u om dit jaar rekening te houden met uw medemens. Alleen zo geven we de prioriteit aan de veiligheid van het volk. En niet alleen hier in Suriname, maar wereldwijd houdt men zich dit jaar tijdens het Holy Feast aan de geldende COVID-19 maatregelen. Zo ook onze diaspora Surinamers. Aan hen vraag ik ook om dit jaar rekening te houden, zodat we het volgend jaar gezamenlijk kunnen vieren. Gezamenlijk hier in Suriname. Met lach, zang, dans en elkaar te besproeien met gekleurde poeder. De betere tijden zullen komen. Hebt u geduld. Het volk van Suriname, de Surinaamse diaspora, ik wens u allen een shoep holy toe. Mogen uw leven, net een regenboog, gevuld zijn met de kleuren van liefde, vriendschap, gezondheid en blijdschap. God bless you.